Omdat dus de aanleiding hiervoor is dus de lage vaccinatiebereidheid onder de binnenlandbewoners. Een collega van mij en ik hebben dus erover gesproken. En toen zeiden we van, kijk, we moeten wat doen om de mensen zover te krijgen. Dat die mensen die twijfelen, dat we ze zover krijgen dus dat ze bereid zijn om te vaccineren. Dus onze uiteindelijke bedoeling is om deze mensen zover te krijgen dat ze dus een weloverwogen besluit nemen. En dan de voordelen inziet van het vaccineren. En dat willen we doen door de koppen bij elkaar te steken. En verschillende strategieën te bedenken. Eigenlijk terwijl we zo bezig zijn, we hebben één keer per week komen we via Zoom-meeting bijeen en dan discussiëren we wat we kunnen doen. Maar we kunnen dus niet wachten totdat we een uitgewerkte plan hebben en dan gaan uitvoeren, omdat we midden in de pandemie zitten. Wat we nu doen, is we hebben dus alvast twee radiostations geïdentificeerd waar de doelgroep naar luister. En de bedoeling is om die mensen in hun eigen taal de voorlichting, de juiste informatie te geven. Zodat je eigenlijk de grassroots kan bereiken. Even twee vragen voordat u verder gaat. Die twee radiostations, die zijn ook in het verre binnenland te bereiken? Ja, wij hebben dus voor nu hebben we dus gesprekken met Radio Associé. En eigenlijk we zijn al een keer geweest. Komende woensdag gaan we weer. Dan zijn we een uur bezig. We hebben ook gesprekken met Radio Koyeba. En we gaan ook praten met het ministerie van RO. We hebben begrepen Radio Boskopu. En ook Apinti. Is ver te bereiken. Ja. Goed. En SRS is, dacht ik, ook ver te bereiken. Ja, oké. Okay. We hebben geen onderzoek gedaan om te zeggen van dat zijn de redenen. Maar gewoon 4-4. Maar gewoon onze voeling. Ik denk dat het grootste probleem is de valse informatie. Dus je hebt twee dingen. Je kan hebben dus dat je dus geen informatie hebt. Of je hebt misinformatie. En dat zijn die twee grote problemen. Dus daarom gaan wij dus niet gewoon en wij praten alleen maar en we geven voorlichting. Maar we stellen de mensen in staat om vragen te stellen. Zodat we uit hun misvattingen kunnen halen wat de... En wat zeggen ze dan? Miere tak? Ja, mensen gaan door. Bijvoorbeeld een van die zaken die nu actueel is. Voorus maar denk je van... if me tegas koji, dan mi no makisip kimoro. Niet eens de desref, mi no makisip kimoro. De manningere denk tak doraka impotent. Dus ala de sandat na fake news sango in a media.